Hallo, Draco. Oh, je gaat op reis. Wat leuk. Ah, en je teddybeer gaat ook mee. Oh, ben je iets vergeten? Oh, je neemt niet alleen je teddybeer mee. Volgens mij wil je te veel speelgoed meenemen. Dat is een goed idee. Je kunt je speelgoed in het karretje doen. Goed gedaan, Draco. Veel plezier, Draco. Zet hem op. Wat is er aan de hand, Draco? Je kunt het karretje niet trekken, omdat het te zwaar is, hè? Er liggen ook wel heel veel spullen in. Dan haal je er toch gewoon een paar dingen vanaf. Dan wordt hij lichter. Ja, zo precies. Het karretje is nog steeds te zwaar, geloof ik. Goed, nu heb je het konijn eraf gehaald. Is het karretje nu lichter? Nog steeds te zwaar dus. Eens kijken. Ja, ik denk niet dat je de blokken nodig zult hebben. Of de rubberen eend. De speelgoedschildpad ook niet. Ook geen auto's, puzzelstukjes of ballen. Probeer het nog eens. Draco zal elk moment proberen het karretje te trekken. Hij pakt het handvat en hij trekt het karretje. Goed gedaan, Draco. Zie je wel, nu is het karretje veel lichter. Welk speelgoed ligt er nu eigenlijk nog op het karretje? Alleen je teddybeer. Dus dan had je het karretje helemaal niet nodig. Dag, Draco. Goeie reis.